deboodschap.today. BVB personeel getraind in procedure nieuwe ID-kaart. De nieuwe ID-kaart die door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt geïntroduceerd, heet de e-ID. In dit kader is het personeel van de bureaus voor burgerzaken gedurende 3 dagen getraind in het bekend raken met het volledig systeem, als ook de nieuwe applicaties, zegt Valerie Vinci, hoofd van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Vinci geeft aan dat alle personeelsleden van de 42 bureaus landelijk getraind zullen worden. Dat geschiet in fases omdat we bij de launch met een x-aantal bureaus zullen starten. Daarna komen er steeds een paar bij, totdat we landelijk operationeel zijn. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.